Suriname is nog een politieke blok rijker, het Megafront. Zes politieke partijen hebben vandaag een intentieverklaring getekend om gezamenlijk de verkiezingen in te gaan. Het gaat om de politieke organisaties Democratische Unie Suriname, Nieuw Suriname, De Nieuwe Leeuw en de bij haar aangesloten politieke organisaties, te weten Nationale Ontwikkelingspartij, Ontwikkeling door Eenheid en Progressieve Politieke Partij. De mogelijkheid bestaat dat er nog enkele politieke organisaties erbij komen. Darren Mungra, voorzitter van De Nieuwe Leeuw, legde in een fel betoog de reden uit voor de totstandkoming van het Megafront. U mag weten dat zo'n 6 maanden geleden een aantal partijen ook op deze plaats waren uitgenodigd om te kijken naar de mogelijkheden om in combinatieverband de aanstaande verkiezingen in te gaan. Er zijn een heleboel stakeholders geweest. Anderen zijn gebleven, anderen zijn weg, zijn niet meer geweest. Maar in ieder geval, na een heleboel deliberaties, onderhandelingen, vergelijken van elkaar standpunten, hebben wij als de 6 partijen die hier aanwezig zijn, De Nieuwe Leeuw, De Nieuwe BVD, De Nieuw Suriname, De Democratische Unie Suriname, de DUS, de NOP, Nationale Ontwikkelingspartij, ODE, Ontwikkeling door Eenheid en de PPP, Progressieve Politieke Partij, hebben wij elkaar gevonden en we zeggen, wij gaan die vuist maken op weg naar de verkiezingen. En waarom wij? U mag weten, we hebben ook gekeken naar de verlangens van de gemeenschap en we hebben met deze combinatie hebben wij geprobeerd daarop een antwoord te geven. Er zijn een paar partijen nog die nog besluiten moeten nemen, die zich nog moeten beraden of ze zich al dan niet nog zullen komen aansluiten. En wij wilden die ruimte. Maar gezien de krappe tijd die nog rest naar de verkiezingen toe, hebben wij gemeend niet langer het uitstel te gedogen, maar op vandaag te kiezen om de intentieverklaring te tekenen. De partijen in deze combinatie, en dat durf ik te zeggen, hebben allen een clean verleden, een clean record en geen negatief verleden. De kiezer wil een nieuwe wind en wij zeggen dat wij denken dat te kunnen. Daarin voelen wij ons groot. En u zal die grootheid merken in de wijze waarop wij denken te laten zien hoe politieke campagne gevoerd moet worden. Een politieke campagne gericht op het binden van deze samenleving, om die eenheid te brengen, om die moraal naar een hoger niveau te stoten en om te komen en de mensen te leren om over daadwerkelijke ontwikkeling van het land te komen praten. Wij voelen ons groot op dat stuk. A new wind moet waaien. Dat is de slogan van deze combinatie die waarschijnlijk de naam gaat dragen. Het is min of meer bijna een manifest. Het Megafront. Yes. Wij zullen niks verplicht zijn aan geen enkele miljonair, aan geen enkele handelaar, aan geen enkele molenaar, aan geen enkele grootgrondbezitters. Wij gaan dit niet voor de belangen in eerste instantie van hun. We hebben ze nodig. En we zullen ze vragen, we zullen samen met hun proberen het land op te bouwen. Maar waar wie wij zijn, is voor die arme man, die moesje, die maiwa, die baba, en die pae en die mae in dit land, die zit te verpieteren, die zijn AOW en zijn ouderdomspensioen maar niet op tijd kan krijgen. En elke maand maar moet kijken hoe ze de eindjes bij elkaar moeten knopen. Daar gaat deze combinatie voor. We gaan geen grote vlaggenparade houden. Wij, die 40% zwevende kiezers, heeft het genoeg gezegd. Al die vlaggen, al die 5000 ambtenaren die in dienst zijn genomen, al die 10.000 grondbeschikkingen die zijn verdeeld, al die benoemingen en al het geld en al die dingen die zijn verdeeld, die behoren bij die 60%. 40% van het volk zweeft, 40% laat zijn geweten en zijn hersenen spreken en niet zijn emotie, niet de loyaliteit van mijn grootvader, mijn overgrootvader heeft daar gestemd en we doen dat ook doen.
Die 40% zijn, wij zijn Surinamers, we menen het met het land. Die vlag mag daar duizend staan, maar wij gaan voor een beter Suriname. En wij willen op die mensen werken, we willen voor die mensen kiezen. Wij hopen met hun om omwenteling. En een omwenteling te brengen in de politiekvoering in dit land. En daarmee een voorbeeld te zijn. Wanneer wij gaan werken, we weten niet wie de andere grote entiteit zal zijn. Zullen wij voorbeeldstellend harmonie en evenwicht gaan brengen in die samenleving. Want die samenleving heeft rust nodig. Die harmonie is nodig. Die polariteit in de politiek is niet een top. Kijkt u naar de politieke toespraken. Kijkt u naar het verval en de decadentie. Kijk hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Daar moet de halt aan komen. Daar moeten we een stop aan zetten. Vandaar dat het megafront gaat voor een nieuw Suriname. Gaat voor een omwenteling in dit land. Om Suriname vooruit te brengen.